Mooie. Een dek eens. Mooi. Mooi. Een cowboy. Je partner. Een mokker. Is hoort. Nee. Nee. We gaan met de prinses op de heen. Goed. Maar goedemorgen, jongens. Mooi. Ja, meteen. Mooi. Ik heb zin in. Die zijn. Dan wil je voorstellen, dames en heren. Boer Luc, oftewel Arjan. Bij deze. Vrouw Eva, oftewel Kiki. Scriptschrijver Helene, oftewel Manon. Vriend van Helene, Bart. Barman, Jozef, Jesse. En Herman de Wit, oftewel Mario de Kort. En Mario de Kort, dat is de man die we daar nog aan de lijn gaan krijgen. En Big Man on Campus. Ah, het lijkt heel kort, maar het is al net zo. Hij moet toch al maar 7 minuten. Ja, dat is ook zo. Dat is eigenlijk wel het moeilijkste van alles, zo kort verder. Wat denken jullie ervan? Ja, dat gaat goed komen. Lekker samen. Hè? Samen? Ga je dumpen? Dan wil ik het wel. Oh. Kijk, het staat hier. Je hoeft alleen te horen, dat komt helemaal op. Ja, maar die is dus eerst uitbeeld en die komt dan van een of andere kant komen. Het script is zo geschreven als hij binnenkomt. Ja, dat is het script al geschreven. Ja, oké, dus dan zit zij gewoon 87. Ja. Wacht, ja. Fiets, want ja. Ja, ik voel je maar. Hé, misschien kun je een shot zo. Kun je een shot doen dat de fietser niet langs komt fietsen, zeg maar. Hoi Peggy. Kan iemand een auto openmaken? Dat kun je eens wat vertellen aan de mensen thuis? Jij hebt namelijk wel een beetje met de acteurs kunnen praten. Ja. Wat denk je ervan? Denk je dat ze goed op hun plek zijn? Nee. Ja, ik vind ze kan het wel goed. Ze heeft het zelf geleerd. Dus ze zal straks misschien nog een beetje zenuwachtig zijn. Dat gaan we er wel uitslaan. Over wie heb je nu precies? Ja. Manon. Over Manon, oké. Ja. Okay. Ja. Wat voor rol heeft Manon? Manon is Helene de script schrijver. Zij moet... Ja, ze is gewoon een grote rol. Ja. Oké, okay, en wat denk je van Kiki, die als boerin moet spelen? Nou ja, Kiki heeft al heel veel ervaring. Dus ik denk, zij kon heel goed de bit spelen. Dus ik denk dat ze dat wel heel goed gaat doen. Okay. Dus die uitspattingen, kan ze denk ik wel. En Arjan. Ik weet nog niet of ik mee werken, maar die kan het ook wel, denk ik. Ja, ik heb gehoord dat er dus een scène komt met de befaamde portemonnee. Ja. Nou, hoe denk je dat dat eruit gaat zien? Denk je dat veel moeite gaat kosten? Nee, want ik denk dat het vooral heel technisch is hoe je dat op beeld gaat brengen. Dat het echt overkomt of niet. Ja, dat is eigenlijk een beetje... Ik denk niet dat ik dat moet coachen. Ik denk dat het op het moment Charlie of iemand die filmt op dat moment gaat zeggen van oké. Okay, je doet gewoon die beweging zo, ja, ik vind. Ja, maar ik kan voorstellen zeg maar, dat je gewoon al die perfecte beweging wil hebben. Dat vandaar, maar op beeld, ja. Ik bedoel, kan het wel zo gaan oefenen, maar op beeld dan komt het toch anders over. Dus. Ja, komt dan tot z'n recht. Ik denk dat dat iets technisch is. Oké. Okay. Maar we gaan het zien. We gaan het zien, we gaan er iets van maken. Ja. Gezellig. Wie hebben we daar? Kun jij mij eens in het kort vertellen wat jij hier allemaal doet? Ik kom de make-up doen. Jij komt de make-up doen? Ik ga iedereen helemaal mooi maken. Oh, zodat ben iedereen ik benieuwd goed of dat gaat lukken. Ja. Nou, ik hoop het. Wat voor een idee heb je voor mij? Hm? Beetje rouge. Ja. Beetje mooi. Hij is toch een prinsesje, hè, die Misa. Lekker gezonde wangetje. Ja, gezonde wangetjes is heel belangrijk. Hè. Even die blos creëren. Hè. Ja. Het gaat nu mooi. Even niet om jou, hè? Zal wel mooi zijn, toch? Ik heb dat niet nodig. We kunnen straks stiekem wel even... Ja, even stiekem achter de schermen. Ja. Niemand ziet het. Oh, nee, deze is vol. Nee, dan kan jij ook meteen midden. Nee, ik ga voor. Ja, of jij moet dan midden. Ja, maar dat moet nog. Dat is nog. Ja, maar daar moet dan iemand nog doen. Maar ik weet niet wat jij moet, hè. Dus, Jij niet. Is je band nog niet vol?
Nee, jongen, die blonde niet. Oh. Ja, die blonde.